kist. Heb ik allemaal al. Ik was hier legit het eerst. Ik heb 64 gold, 64 emerald, 64 diamond. Eigenlijk heb ik het. Ja. Maakt mij niet uit. Ja, eigenlijk hebben wij het. Ik heb trouwens niet zo lang meer hoor. Ik moet zo omkleden en echt zo gaan sporten. Dus dan stoppen we de recording even. Dan wordt dit onze drieën series. Want dit kan nog best wel lang duren, denk ik. Ik denk dat dit nog best wel lang kan duren, denk je niet? Dank je. Heel gentle, Niels. Ja, hè? Hey, wie is dat daarboven? Hey, en oh, 1 emerald voor 8 cooked chicken. Dat vind ik wel goed, want ik had honger. Ah. Yep, ik kreeg er 8. Hoeveel heb je nou na? 63. 63. Ik kan ook wel voedsel gebruiken. Ja? Ja. Hier. Oh, dat is Stefan, laat maar. 2 emerald. Wacht maar. Ik heb nog 14 cooked chicken. Of 2 emerald. Waar gaan we? Ik kon je ook. We moeten omhoog hoor, Stefan. Omhoog? Yep. Hoe komen we hier dan eigenlijk in één keer uit? Waarom moeten we omhoog? We zitten hier bovenop een tower en dan kunnen we op dat springen. Oh, dat is cool! Springen is cool. Nee, dat is niet leuk hier. Ik weet niet of we dat redden. Springen is fun. Ik red het wel. Ik ben parkour master, ja. Ja, spring daar maar. Waarop? Daarop. Daar red je niet. Hier, huh? Ik wil in de hooibos springen, maar die is er niet. Ik heb geen flauw idee wat je bedoelt met daarop. Nou, op dit sandstone ding. Nee. Oh. Daar je maar hoezo wil je daarop springen? Ik denk dat moest, maar ik weet het niet zeker. Nee, we zijn nu gewoon weer in het stadje, weet je wel. We hebben die quest gehaald. Oh ja. En nu zijn we weer terug in het stadje, zo gaat het altijd. Door zo'n rioolput heen. Ja. Weet je wel? Ja. En nu Kunnen we een andere quest doen. Ik zal even kijken. In dit geval spring je hebben de second key is in de Galata Caverns. What the hell, er zitten hier Iron Golems in het water. De Galata Tower. Daar moeten we, ja. Ik zie hem wel van. Ja, zie je ze? Hé, ja. Nice. What the hell? De Galata Tower, daar moeten we heen. Daaronder. Weet je wel wat het is, de Galata Tower? Ja. Was dat waar we het allereerste heen gingen? Hé, wacht eens even. Hé, ja. Kijk of dit hem is, hoor. Ik weet niet zeker meer. Dit is zo vier. Er staat er voorop dan, hè, als het de Galata Tower is. Ja. Dan moeten we nog even zoeken. Nou, ik ga gewoon dakparcours doen. Ja, ik ook. Ja, we zijn niet van niks dat Assassin's Creed aan het doen. Huh, dakparcours, ik kom eraan. Hey, hier is een enchantment table. Hey, hier is iemand aan het dakparcours. Is het een vogel? Is het een vleermuis? Nee, het is Stefan. Ik zie Galata Tower, als het goed is. Ik heb Sophia's bookshop. Ja, die zagen wij ook al. Oh, oh, oh! Laten we Sophia's bookshop doen dan. Nee, Galata Tower moeten we heen. Ja, het ziet eruit als een toren. Ja, die grote moet hebben. Arnoud en ik doen dakparcours. Wat typie jij veel, Niels? Ja, nou, ik wist niet waar Arnoud was. Is dit hem? Nee, dit is hem niet. De Galata Tower? Waar zou dat moeten staan dan dat is? Oh. Dit zou hem moeten zijn. Ja? We gaan wel gewoon deze. We zien wel. Ja, maar we moeten eronder, hè? Ja, kon jij daar naar beneden dan? Ja, hier kunnen we naar beneden. Ja, wacht even. Ik kijk eerst even wat er boven zit. Oké. Okay. Oh, ik zie een chest. Kijk, Arnoud. Hier kunnen we naar beneden. Oh, enchanted boots en diamonds. Oh, chill. Ja. Ik ga hier alvast naar... Ja, dit is het, Arnoud. Protection 1, Feather Falling 1. Galata Caver. Je weet nog eens wel als je Assassin's Creed speelt. Ja, zeker wel. Wacht even op mij dan. Ja. Oh ja, dat is de bedoeling. Ik ben er. Me too. Oh, ik had één van ons nog wel verwacht om op de rand te springen. Follow the key, the path to the key. Makkie. Oh, Arnoud wordt ook al parkour pro. Allemaal, jongen. Oh. Nee! Nee! Jullie zijn echt noob, man.
Jullie zijn noob mannen, goed gedaan. Ik heb het gehaald. Ja, waar moeten wij nu heen nog? Ik heb geen flauw idee trouwens. Oh, ik zit al. Ja, zitten jullie alweer. Holy shit, en dit is nog lang niet gedaan hoor, zal ik even zeggen. Nee, dat ging ik wel vanuit. Het is een galactica, die is gigantisch groot. Ja, die torens zijn groot, hè? Ja, de toren zelf is groot, maar verbinding is heel groot. Ik ken Constantinopel gewoon niet uit mijn hoofd. Ik heb hem van Assassin's Creed Revelation. Ik ook, maar... Ah, ik heb hem ook gehad, Stefan. Nice. Nu kom... Achter mij. Ja. Wat? Moet je op die... Het is dit nog een half uurtje, voordat ik er ben. Ja, denk je? Je moet hierheen, Niels. Oh. Wij zijn dik pro bezig en jammer dat ik nu niet record. Oh! Holy shit, Niels, nu wordt het moeilijk, son. Holy shit. Ik vond er wel veel knip, man. Maakt niet uit, ik kan gebeuren. Ik heb hem gehaald. Shit, man. Ik kom eraan, Niels, wacht even. Schiet je nogal bij Arnoud? Wat de hel moeten wij nou weer heen? Pro parkour? Ja, ik heb hem. Nice. Nice. Maar er komt nog meer, hoor. Auw. Moet ik naar dit stuk? Oh, moet ik daar eens springen? Wat? Stefan, ik heb ook een muziekdisc. Ik heb geen flauw idee waar je bent, Arnoud. Bij het trappetje. Ja, maar je moet gewoon het hout volgen. Oh, gelukkig. Ik kijk wel even, ik kom wel even terug. Ik ben er al. Ja, ja, hier naar boven. Wow, en hier is deel 2 van, van parkour. Dit is iets moeilijker. Nou ja. Wat? Hoezo kan Arnoud dit wel en ik niet? Arnoud is dood. Arnoud is gevallen. Oh. Kom eraan. Ben er! Niels, ik ben er. Oké, goed zo. Heb je dat gehaald? Stukje. Ik heb het gehaald. Oké. Ik ben nu bij dat rare water waar jij ook was. Kom op, Arnoud, je kan het. Ja. Doe iedereen. Waar ben je dan, Stefan? Ik zie jullie daar. Oh. Ik sta hierboven. Ik zie jouw naam. Ja, ik jou nou ook. Nee, oh ja, hier. Je moet in dat water en moet je hierop, volgens mij. Doe maar en als je het niet had, dan moet je alles overnieuw doen, Stefan. Alles? Alles. Oh, kut. Nou, dat kan ik hier zien. Of we zijn in een ander stuk. Ja, je kon gewoon met het water meegaan naar rechts en dan waren we al bij de volgende checkpoint. Hey, Arnoud. You see this? Did you see this rotten flesh on the ground? Oh, ik heb het gehaald, Joe. Ik probeer... Ging zo goed, Arnoud. Kijk, die chicken, daar moet je naartoe. Dat is je beloning. Arnoud, je beloning ligt daar. Daarboven. Ik heb Arnoud een beloning gegeven. Nu moet het niet zo lang meer duren. Lol. Oké. Ik heb de tower volgens mij al overwonnen. Nou ja. Nu moeten we hierop parkouren, op dat latje, dat Stefan, dingetje. Kijk een beetje naar... Ja. Daar moet je heen. Serieus? TP maar, maakt niet uit. TP. Ja, ik ben al een stuk verder hoor, maar... Oh, sorry. Nee, daar niet heen. Je moet daar op dat laddertje springen, Arnoud. Ik loop niet. Ja, je moet op dat laddertje. Yep. Ik loop niet zo ver achter. En anders mag je overnieuw. Je hebt toch gehaald, man? Hé, hey, Niels, ik ben niet achter je, hoor. Oh. Kom maar. Klaar, ik heb het ook gehaald. Lololol. Heeft er iemand wat eten? Dit, ja. Yes! Oeh. Oeh. Hé, Niels. Check mijn classy armor die ik nu heb. Ik heb hem lekker. Oké, sorry. Oh, nee, ik heb hem niet. Ik had hem. Ik heb hem voor Arnoud zijn neus opgegeten. Hebben we nu allemaal diamond sword? Ik ja. Ik niet. Ik ook. Hey Arnoud, wil je een diamond sword? Vang hem maar. Ik heb er gewoon één. Gooi daar.